Het is gewoon leuk en mooi om te zien hoe die kalfjes er tussendoor rennen en de band tussen het kalf en de moeder. Vanaf oktober ligt Kalverliefde Melk in de schappen van de Albert Heijn. Een nieuwe biologische zuivellijn waarbij de koe en het kalf ongeveer 3 maanden bij elkaar blijven. Een van de 3 melkverhouders die de melk voor deze zuivellijn levert is Armando Kok. Hij vertelt meer over de Kalverliefde Melk en waarom hij ervoor koos om de kalfjes langer bij de koe te houden. Dit is Boerderij Uitgelicht. Hi Armando, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Wat is Kalverliefde Melk precies? Nou, Kalverliefde Melk is melk van koeien waarbij de kalfjes bij hun eigen moeder mogen blijven lopen. Ze kalven gewoon af hier in de koppel. En de kalfjes die blijven er gewoon bij lopen bij hun moeder, drinken, worden door hun moeder verzorgd. Dat komt nu in een speciaal pak, laat maar zeggen. En waarom heb jij besloten om aan dit concept mee te doen? Nou, ik werd benaderd door Janina. Zij zette aardig wat stappen om er een melklijn in op te zetten. En vroeg of ik daaraan aan wou leveren. In principe hoef ik niet heel veel aan te passen, want ja, ik deed alles al. Mm-hmm. En er zit een plus op de melk. Dus ja... waarom niet? Ja. Ja. En waarom heb je ervoor gekozen om ooit te beginnen met de kalfjes bij de koe? Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is een keuze van mijn vader geweest. Helemaal exact zijn beweegredenen kan ik niet helemaal. Hij is 10 jaar geleden vrij plotseling overleden. Maar wat ik wel overal terug kan krijgen en wat ik ook uit eerdere gesprekken met hem altijd wel naar voren kwam, is dat hij altijd zo natuurlijk mogelijk koeien wou houden. Mm-hmm. Maar ook het kalf bij de koe houden is daarin een wezenlijk ding. Het loopt hier heel goed. Ik heb er een hoop arbeidsplezier, haal ik eruit. Het is gewoon leuk en mooi om te zien hoe die kalfjes er tussendoor rennen en de band tussen het kalf en de moeder. Dus ja, voor mij zijn het veel positieve dingen. En heb ik tot nog toe geen reden om het niet te doen, om ermee te stoppen. Nee, precies. En die kalfjes blijven hier ongeveer rond de 3 maanden bij de koe? Ja, ze mogen 3 maanden zogen bij de koe. Oké, okay, ja. 10 weken blijven ze bij de moeder lopen, helemaal vrij, minimaal. Mm-hmm. En dan gaan ze met groepjes van 2 tot 4 gaan ze apart. Dan komen ze in een apart strohok. Daar kunnen ze eerst nog door buizen die ik omhoog en naar beneden kan doen, kunnen ze bij de moeder nog drinken. Dan doe je het hek overdag dicht, 's nachts open en zo bouw je de tijd dat het hek open is steeds verder af, totdat hij op een gegeven moment helemaal dicht blijft. En hoe zorg je er nou voor dat als het kalf dan eenmaal weggaat, dat met zo min mogelijk stress gebeurt? Ja, dat is wel een lastig dingetje. Wat je probeert is om alles zo geleidelijk mogelijk te doen. Dus wat ik zeg, eerst komen ze in dat strohok, waardoor ze nog wel door die buizen kunnen drinken, waardoor hun rantsoen zo min mogelijk verandert. Mm-hmm. Maar vooral in het weideseizoen zijn ze gewend om met moeders mee naar buiten te lopen. En moeders is gewend dat het kalf mee naar buiten loopt. En dat gaat ineens niet meer, want er zit een hek tussen. Maar ja, door alles zo geleidelijk mogelijk te doen, probeer de stress zoveel mogelijk te reduceren. Mm-hmm. Hoe zorg jij ervoor dat de kalfjes niet verwilderen? Dat is inderdaad een vraag die je nog wel veel uit de sector terugkrijgt. Ook wat ik van collega's hoor die het kalf bij de koe houden, is dat ook nog wel eens een wisselende ervaring. Bij mij is dat probleem eigenlijk niet heel erg groot. Okay. Wat je probeert te doen met de kalfjes is af en toe even een aaitje geven. Al is het alleen maar dat ze een beetje aan je hand snuffelen. Zodat je ook het contact goed houdt. Ja. Mocht je er wat mee moeten doen met het kalf, oornummers in doen of weet ik wat. Zorg dat het kalf ook weer rustig is voordat je weer weggaat. Maar goed, ook dat zijn wisselende, hoor je ook wel eens wisselende verhalen over hier gaat het goed. Maar je hoort ook wel eens dat het wat minder goed gaat. Ik denk dat de boer daar ook wel heel veel invloed in kan hebben. En dan ben jij een van de 3 melkverhouders die meedoet aan dit concept. Ja. Smaakt die kalvermelk nou anders? Nou, ik denk dat de smaak niet heel erg anders zal zijn. Dat is een uitspraak van Janina. De melk proeft hetzelfde, maar voelt beter. Dat is dan ieder voor zichzelf om dat te beslissen. En dat is een beetje wat we hiermee opzetten. Het is niet een hele speciale smaaklijn, maar het is vooral een consument een keuze kunnen geven. Ja, vooral het idee erachter. Ja. Ja. Oké, duidelijk. Absoluut. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Dit was Boerderij Uitgelicht.
Heb je nog specifieke vragen over kalverliefdemelk? Stel ze in de reacties.